Kijk naar de allereerste video review van 2013 en we spreken hier samen met Kevin. Hey. Bessel. De game van de week, Anarchy Reigns. Nou, en wat een game van de week het is geworden. Godverdomme. Ja, daar zijn we dus meteen keihard de fout mee ingaan. Die game, de game van de week te noemen. Want ik dacht van, Platinum Games, dat is kwaliteit, dat is een vette game. Toen ging ik zelf de game spelen, een half uurtje. Dat ik zoiets van, oh my god, toen ging jij hem spelen. Een hele tijd. En toen zei jij, weet je wat, ik ga een review schrijven. En ik zet eronder het cijfer 4. Jawel, want Anarchy Reigns is gewoon een hele middelmatige game. En ik hoor van andere mensen van, ja, zo, nee, niet ja. Het is gewoon echt niet goed. Nee. En dat verbaast me enorm. En als je dan ziet dat het Platinum Games is. Ja, ik heb al Metal Gear Rising gespeeld. En ja. Ik weet wat ze kunnen. Bijvoorbeeld Mad World. Vanquish. Allemaal games die een 8 of hoger hebben gescoord. Ja, en dan zie je dit. En dan denk je, ja, het is zo. Het vechtsysteem is oud en achterhaald. Het ziet er grafisch niet uit. PlayStation 2 is het. Nou ja, zo erg nog net niet. Maar het riekt er wel naar. Het riekt wel een beetje naar vorige generatie console qua wat het doet. En alleen enige wat het echt tof doet. En dat is dan waar de game om moet draaien, en dat is dan die online multiplayer, dat ze dat proberen, een brawler, een beat-em-up in online multiplayer vorm. En wat eigenlijk Chivalry nu ook doet, dat je melee gewoon hand-to-hand, of in ieder geval met wapens en niet met guns elkaar afmaken online. En dat is een tof concept, alleen dan moet het vechtsysteem goed zitten. En dat is gewoon niet. Nee. Het vechtsysteem is gewoon te basic, je hebt alleen een light attack, een heavy attack en een block. Wat ook vooral zo vervelend is dat je bijvoorbeeld aanvallen hebt van die 2 seconden duren. En dan zie je dat bij een eindpaas bijvoorbeeld, zie je dat heel vaak. Zo. Dat hij jou wil aanvallen. Dan denk je, ik blokkeer hem. Maar je kunt niet meer blokken, want je moet eerst je aanval afmaken. En vervolgens is je halve levensmeter leeg. Animaties moeten doorgetrokken worden. Dat soort dingen. Ja, je hebt dan animaties en die kunnen dan niet onderbroken worden. En dat hoeft niet een probleem te zijn. Met Monster Hunter heb je dat ook weer. Zombie U, je hebt gewoon een bepaalde zwaai. En dat moet je gewoon leren oefenen. En zo kun je die game wel behandelen. Alleen dan is het gewoon kut als jij een aanval inzet. En er is een eindbaas. En die heeft de aanval die gewoon sneller, die gewoon later begint, maar eerder eindigt. Daar kun je niks tegen doen. Weet je, ik heb mijn aanval ingezet en hij doet, haha, ik win. En dan ben je ook nog eens gewoon echt een derde of meer van je levensballen kwijt. Op normal tenminste. Maar dan schrik plop. Terwijl gewone kleine tegenstanders doen echt geen schade. Bijna niks gewoon. Dan loop ik alleen maar gewoon. Het zijn een beetje van die mieren inderdaad. Inderdaad, het vechtsysteem is zo saai. Wat je denkt van, oh, ik ga allemaal dingen aan mijn kop leren en dat. 3 keer hard slaan en dan finish met een harde klap of een zachte klap. Het hoeft allemaal niet. Nee, je kunt gewoon, gewoon zonder hersenloos button bashen is het. Ja, Wessel zat gisteren ook even, toen ik hier aan het spelen was, zat Wessel ook even naast me. Ja. En ik liep alleen maar de heavy attack te spammen. Ik zei al tegen, moet je gewoon opletten. En ik zat gewoon met 1 hand, gewoon alleen maar eerst even zo. Nou, op een gegeven moment dan gaan enemies om je heen lopen, even met de linkerpoot bijdraaien. En dan map ik even daar een paar enemies kapot. Nou, dan weer daar en dan weer daar. Gewoon alleen maar 1-2. Ging helemaal nergens over. Ja, een stuk door iedereen kapot maken met 1 knop. Ja, dat. Nee, het is gewoon vaccin. En wat ik zelf ook gewoon kut vond, is gewoon het opbouw van het verhaal. Het begint sowieso met een cinematic, waar ik al zoiets heb van, oké, niet zo heel boeiend. En dan word je in een. Opeens word je in een open wereld geflikkerd. En dan zo van, oké, wat doe ik hier? Nou, dan komen er vijanden naartoe. Oké, die maak je af. Oké, daar krijg je punten voor. En dan blijkt dat je zeg maar een bepaald aantal punten moet verzamelen om een level of zo vrij te spelen. Ja, een verhaalmissie. Ja. Maar het probleem is dat je zoveel punten moet samen om iets vrij te spelen, dat je de hele tijd in die open wereld zit om dingen te doen. Of wat nog erger is, en dat stond ook in jouw review, dat je zeg maar dat level waar je een punt in kan scoren haalt, maar dan niet genoeg punten haalt om een nieuw level vrij te spelen. Dat je dan of in die open wereld moet gaan doen, of datzelfde level wat al fucking saai is, nog een keer moet doen. Ja, gewoon zo'n soort van sidequest. Ja, een soort van sidequest is dat. Die moet je er gewoon grinden. Het is grinden. Ja, gewoon grinden. Van, je moet je 50 vijanden verslaan en dan zegt hij, je hebt nog niet genoeg punten. En dan nu? Ja, meer punten, anders waren we niet verder maar met maar je hebt geen andere sidequests soms die je dan kunt doen. Nee. Dus je moet weer precies diezelfde sidequests doen. Zeker in het begin. En dan heb je echt zoiets van, klopt het wel? Mis ik wat? En dan ga je een beetje rondlopen. En, er is gewoon iets anders dan dit. Ja, ik had echt na een half uur echt zoiets van, mazzel. Ja, en wat ik nou nog het meest storende vind, als die singleplayer, als die nou gewoon bagger is en je kan meteen volle bak aan de slag met die multiplayer, daar kan ik me nog iets bij voorstellen, dan is het nog leuk. Ja. Maar je moet zoveel shit vrijspelen in die singleplayer, voor je eigenlijk echt wat hebt aan die multiplayer. Ja, misschien, dat is nog het meest sneu van allemaal. Ja, misschien dat je via de multiplayer ding kunt vrijspelen, want ik heb niet zeg maar tientallen uren erin kunnen steken, dus ik heb niet alles verkend, maar ik heb elke modus gewoon een paar potjes gespeeld en ik herkende geen methode om daar iets vrij te spelen. Dus je moet in de singleplayer moet je al die characters vrijspelen. En dat is gewoon kut, dat wil je niet. Ja. En die multiplayer zichzelf, je hebt een aantal verschillende modes, Team Deathmatch, Capture Flag, dat soort dingen. Ja, en het probleem gewoon is, want het idee is zo vet. Ik hou van beat'em-ups. Ik vind dat vet. Ik wil tegen andere mensen matten. En praise to Platinum Games dat ze dat proberen. Alleen het vechtsysteem is dan zo achterhaald ouderwets. Ja.
ja, er zit niet echt heel veel tactiek in. En dan heb je gewoon een character dat heel groot is en die doet gewoon heel veel schade. Die zwaait een paar keer rond en dan word je geraakt van achteren. En dan vlieg je omver. Komt er iemand anders aan, die trapt je weer neer. En dan ben ik weer in één keer dood. Te veel chaotisch. Ja, nou ja, je hebt wel modi. Je hebt dus duel 1 tegen 1. Je hebt wel modi waarin het minder chaotisch is. Dus daar kun je wel echt voor kiezen. Maar ja, als je gewoon in de reguliere free-for-all of team deathmatch, als je daarin overrompeld wordt door alle chaos. Ja, in Call of Duty is dat niet zo erg om maar even een vergelijkbaar iets te noemen. Je kunt gewoon in zulke games wel de boel op orde houden door slim te spelen. In deze game is het gewoon, gebeurt zoveel en dan heb je ook een beetje vertraging. En dat werkt ook niet met melee. Ja, kortom. Ik snap waarom die 30 euro is, kortom. Ja. Zelfs dat is niet wat ik ervoor over heb. Nee. En dan heb je ook nog eens een keer een heel achterlijk verhaal dat gewoon niet te volgen is. En proberen ze nog van emotional strings, proberen ze nog iets dramatisch toe te voegen. Met een scène over een dochtertje van Jack en zo. Het is wel dramatisch, maar niet in de juiste zin van het woord. Het is dramatisch slecht. Ja, het is eigenlijk de context ontbreekt. Ja, dan zit je te kijken en is het nu moet het in één keer weer zielig zijn. Daarna is weer een of andere neger die Baron Diano pimpy ass grappen laten maken. Ja, ik snap het gewoon even niet. Dat werkte in Mad World, maar het werkt niet in Anarchy Reigns. Precies, in Mad World was de context gewoon. Het was funny en raar. En het was één deathmatch waar iedereen elkaar dood moet maken. Actie over de top en gruwelijk en omgeving en bloed en alles. En hierbij is gewoon zoiets van, alles voelt gewoon aan als een middelmatig game. En daarmee is het gewoon uiteindelijk gewoon een scheidgame geworden. Want de vierde is gewoon een scheidgame. Laten we geen Dukes om winnen. Dus fair enough. Jammer, maar helaas, de eerste game van de week van 2013 blijkt een scheidgame te zijn. En is absoluut niet aan te raden om te kopen. Sorry. Sorry. I'm sorry. Maybe the motherfucker who took my mark back in Mill Valley was your evil twin. Nah, God wouldn't allow something so ugly twice. Well, ugly pulled your ass out of the frying pan when we were chasing that pyromaniac sex freak a few years back. Saw you kept his gloves. You know where those have been, right?